Aan de wacht, aan de overkant. Ah ja, flipper er. We hebben een bankie, volgens mij. Die jas vind ik echt heel tof die je aan hebt. Is het de tweedehands of een nieuwe? Ik heb echt geen idee. Heel tof. Hij is lekker groot. Ik heb hem gekregen toen ik jarig was met mijn verjaardag. Ja. Ik weet niet of ik dat heb gekregen. Toen had ik een Michael Jackson verjaardag. Oh ja. Ja, hebben we hem gekregen, ja. Leerjekkie. Ja, lief dat ze het hebben gedaan. Wanneer was je jarig? 11 augustus. Oké. Okay. Vorig jaar, maar... Okay. Ja, zeker mijn verjaardag hier gevierd. Ja. Nee, je doet hartstikke goed, man. Thanks. Ja, vind ik echt. Ik vind je heel erg eigen. Vind ik heel tof. Je bent heel erg jezelf. Dankjewel. Ja, dat vind ik echt heel knap. Volgens mij trek je niet zo snel wat aan van anderen. Nee, klopt. Maar als had dat gehad? In het begin was ik meer terughouden. Ja? Nu had ik alles in mezelf meer. Ja. Maar naarmate ik hier langer ben, denk ik van ja, dag, ik trek gewoon mijn scheur open. Ja, je hebt het. Daar heb ik gewoon meer aan dan dat ik het in me hou. Ja. En dan gaat het alleen maar in mezelf gaat het opstapelen. Ja. Dus ja, nu ben ik wel meer gewoon echt mezelf. Ja, dat is fijn. Maar dat merk ik ook aan jou. Of het doet je niks, of het doet je wel iets. En je pikt je battles echt heel erg. Ja. Vind ik heel sterk van je. Hoe oud ben jij? 27. Oké. Okay. Ja. Nou, dat doe je goed voor je leeftijd hoor. Dat was ik nog niet achter. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik wou het met jou erover hebben, over Jessie eigenlijk. Want zoals jij ook wel hebt gezien, ik heb heel vaak discussies met hem. Ja. Wij zijn net vuur en water met elkaar. En ik heb gewoon tips, tricks nodig. Hoe moet ik met Jessie omgaan? Nou ja, ten eerste denk ik dat het belangrijk is om te kijken waarom de discussies zijn. Mm-hmm. Kijk, ik heb het ook tegen Jess gezegd. Ik dacht echt dat jullie een setje zouden worden. Ja. Dat heb ik echt vanaf het eerste moment gedacht. Oké. Hoe die naar je kijkt, dat vind je interessant omdat hij niet kan peilen. En dat vindt Jessie leuk. Dus mm-hmm. Ik denk dat het ergens ook wel is dat hij je misschien stiekem wel heel erg leuk vindt. Mm-hmm. En dat hij dat misschien niet erkent of niet wil erkennen. Ja. En dat hij daarom gaat bitchen. Mm-hmm. Want dat is Jessie. Ja. Hij gaat gewoon lopen clearen. Maar haat en liefde liggen heel dicht bij elkaar. Ja. En hij heeft denk ik ook ergens het gevoel dat jij het kan hebben. Ja, toch. Dus ik laat meer toe dan dat ik eigenlijk... Ik heb niet echt mijn grens, geef ik niet snel aan. Omdat je bij mij best wel ver kan gaan. Ja. Totdat het hier zit en dan klaar. Kan ik je ook gewoon niet aan uitstaan. Dan kan ik je niet eens aankijken. Dan is het gewoon voor mij even game over en over een paar dagen kan ik je weer zien. Ja. Ja, ik denk dat het te maken heeft dat hij je ergens gewoon dus wel heel interessant vindt. Mm-hmm. Maar dat hij dat of niet durft hoeft te geven. Of misschien nu met de merel zit in een relatie en denkt, ja, dat kan ik natuurlijk niet maken. Ja. Dus daar dan denk ik dat het vandaan komt. Gaat hij nooit zeggen hoor, weet ik 100% zeker. En hij gaat me hierom haten. Maar ik heb hem ook wel eens gehad. Maar ik denk dat het is. En dan krijg je sneller vuur in de pan. Als je niks om iemand geeft, mm-hmm. dan interesseert het je ook niet wat die ander zegt. Nee. Maak je geen ruzie met elkaar. Nee. Krijg je geen discussies. Nou, ik heb natuurlijk anderhalf jaar met Jess gehad. Ja. En we hadden echt heel vaak discussies. Mm-hmm. Je neemt de moeite om een discussie met iemand aan te gaan op het moment dat je het waard vindt. Dus ja. Ik denk dat hij je stiekem gewoon hartstikke leuk vindt. Dat denk ik echt. Okay. Ja. En het is wel grappig, want ik was net met Merel even aan het kletsen. Mm-hmm. En ik zie ook heel veel gelijkenissen tussen jou en Merel qua karakter. Mm-hmm. En dus ja, ik denk dat het is. En wat je kan doen... is zeggen tegen hem, als je in een discussie zit, van man, waarom, als ik jou zo niet interesseer, waarom maak je je hier zo druk over? Mm-hmm. Want dan weet hij precies wat jij bedoelt. Ja. Ja. En laat hem ook maar gewoon razen, want ongeacht dat hij fukt, ik denk dat er een hele andere gedachtegang achter zit. En dat hij je niet kan peilen, dat hij hem niet kan sturen, en dat vindt hij irritant. Ja, dat vindt hij ook irritant. Ja. Want als hij iets wilt organiseren hier, of hij vindt dat het zo is, mm-hmm. en ik ga daar fel tegen, dan is het ook gelijk vuurwerk, dan is het no-go, dat kan niet. Jij kan geen nee zeggen, want het is gewoon ja. Snap je? Heel vervelend. Ja, en dat is hij heel erg. En het wordt voor hem ook interessant op het moment dat iemand een andere mening heeft. Want mm-hmm. hij houdt niet van meelopers. Dus nee. Ik denk dat hij gewoon stiekem ontzettend geïnteresseerd is in je. Ja, er is hier wel een tijd geweest. En soms zegt hij dat nog steeds. Van, ik heb een geheim. En zeg van, wat voor geheim? Nou, dat kun je één en één strepen. Ja, maar dan denk ik van, nee, dat is bullshit. Weet je, hoezo kan dat? Het kan ontstaan natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik denk altijd bij mezelf van, als je iemand ziet, dan moet het er al een soort van zijn. Ja, of hij heeft het nooit uitgesproken. Of, nee. Maar, nou, ik denk ook, je bent natuurlijk echt een ontzettend mooi vrouw. En je, ja, vind ik echt. En ik denk...
wil. En dat hij denkt van, ja, daar ga ik niet aan beginnen. Nee. Want we staken straks kut op. En dan heb ik blauwtjes van Shelley. Dus dan kan het heel goed dat hij dat voor zichzelf verbloemt. En, dat hij, ja. En ik heb het ook tegen je gezegd, ben jij echt verliefd op Merel? Dat vraag ik aan hem. Want... En wat zegt hij dan? Ik denk het wel. Dat hij verliefd is op Merel? Ja, hij denkt dat het wel. Ja. Maar ik ken Jesse door en door. En ik mis iets bij hem. Ik zie iets dat hij... Ik zie dat, ja. Dus is dat niet? Nee, ik geloof niet dat hij verliefd is. Nee. Tenminste, ik ken hem, hoe hij verliefd is. Mm-hmm. Dan is hij heel anders. Maar ja. Je wordt natuurlijk ook anders verliefd. En ik heb ook tegen hem gezegd, is het situationeel? Ga je hier een relatie aan dat je iets mis? Ik snap ook wel dat je een keer een wip wil maken. Snap ik ook, maar daar kun je het ook bij laten, toch? Ja, soms wel, maar meestal... Als je dan een avondje hebt gedronken, of weet, ja. dan is het weer raak. Ja. Dat is meestal hier nou ja, en dat begrijp ik heel goed. Alleen ik zou ervoor kiezen, in zijn geval, om er daar ook dan eerlijk over te zijn. Ja. Maar goed, dat is mijn mening. Ik zeg niet dat het zo is. Nee. Hoeveel aan hem ook, dan is dat dan een vrouw waar je kinderen mee wil, dan is hij stil en dan weet ik al genoeg. Dus, en dat is ook niet erg, maar als je dat allemaal maar benoemt, dat je maar gewoon kan zeggen van ja, voor hier, en dat doen ze geloof ik wel naar elkaar. Maar ik denk dat Merel daar anders in staat. Ik denk dat die wat verliefder is. Dat denk ik ook. Ja. En dan wordt het scheef en ik weet niet of dat... En ik heb ook tegen Jesse gezegd dat hij zich meer moet focussen op zichzelf. Mm-hmm. Want ongeacht dat je bezig bent met een samenleving met elkaar, ja. Ja, heeft hij wel bepaalde doelen waarvoor hij binnen is gekomen. En ik vind, als ik moet verliezen van iemand, dan wil ik wel van hem verliezen. Ik vind wel dat hij dat verdient. Ja. En dat heb ik net ook tegen Merel gezegd, dat ik tegen haar zeg van, je moet voor het laatste voor jezelf kiezen. Je gaat alleen de poort uit. Dat is zeker waar. Ja, en wat jij met Jesse moet, ja, laat hem alsjeblieft gaan. En denk alleen maar in je achterhoofd van, ik snap het wel waarom dat zo is. Want ik denk dat dat gewoon hetgene is. En ik denk dat hij je leuk vindt en dat hij dat niet heeft durven zeggen. En dat dat zo is gegroeid en dat hij dat het geheim is. En bang is om af te gaan. Ja, en dan ga je kutten. Want een negatieve aandacht is ook aandacht. Ja, dat is zeker waar. Maar het is gewoon echt zo vaak dat het bij mij... echt wel hier een beetje zitten. Ja. Laat me even gewoon een keer met rust. Ja. Zei ik niet zo, weet je? Ja, ja, ja. Ja, dat is wel, het is wel heel typisch aan hem. En ik herken het ook wel. Ja. Ja. Dat is gewoon leuk. Vind ik heel raar, hoor. Als ik zo naar je kijk. Oh, wauw. Nee. Ja. Nee, dat denk ik echt. En het doet niet direct verliezen. Zou nee, dat je reet interessant vindt. En dat ben je omdat je heel erg eigen bent. Je laat je niks op je mouw spelden. En dat is wel iets wat Jesse heel aantrekkelijk vindt. Ja. Dat je je eigen pad volgt en dat je je niet laat beïnvloeden. En ik denk dat hij dat gewoon heel erg leuk aan jou vindt. En dat hij daar gewoon niet door vooruit kan komen. Want dat wordt natuurlijk oorlog. Ja, dat wordt niet leuk. Nee. Maar jij bent dan heel dicht met elkaar. Nee, zeker niet. Nee. Waar komt dat door, denk je? Ik denk wat jij inderdaad net zegt. We hebben wel bepaalde zelfde eigenschappen. Ja. Maar alsnog vind ik mij heel anders dan een Merel. Ja. Ik ben niet de diva of weet je, zo wil ik ook niet mezelf uitschalen, laat maar zeggen. Nee, je bent wat stoerder. Ja, ik ben meer een jongensmeisje, denk ik. En zij is wel echt een meisje. Maar we hebben wel bepaalde... Zij is ook een sterk persoon. Ik vind dat van mezelf... Ik kan ook heel sterk zijn, maar ik kan ook wel me lichtelijk emotie laten zien. Of als ik ergens mee zit. Of, Merel heeft dat volgens mij wat minder. Ja. Maar ja. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dat heel veel kan opleveren als je dat juist wel doet. Als je elkaar zwakte kent, weet je hoe ver je kan gaan. Mm-hmm. Alleen hier op dit platform vind ik het wel heel moeilijk om dat ook soms te laten zien. Snap ik. Vooral met de filmavond bijvoorbeeld. Ja. Heb ik me heel alleen gevoeld. Ik heb echt de groep tegen me gekregen. Ja. En toen merkte ik wel van mezelf van wow, weet je. Zelfs dat doet mij bijna niks. Dus alsof ik hier een soort van emotieloos ook uiteindelijk word. Ja. Omdat het me gewoon niks doet. En het voelde voor mij alsof het niet gegund werd. Ja, dat is heel vervelend. Ja. En vind ik ook niet aardig van de anderen. Nee. Nee. Want heb je dat meegekregen een beetje? Ja, ik heb het wel gezien. Wat ik er heel erg van vond, was dat ik dacht van, een beetje, dingen gingen niet zoals ze moesten. Nee. Maar dan denk ik, wat je op zo'n moment, het enige wat je kan doen, is met z'n allen de schouders eronder en het er nog een beste van maken. Ja. En daar voelde je dus heel erg alleen in. His, die heeft me met alles geholpen. Ja, dat is gewoon fijne meid. Ja, dat is echt waar. Topper. Alleen voor de rest, weet je, als je dan mede-utopianen achter je hoort, van ja, het was een blamage en het was dit en het was dat. Weet je dan, ja. En dat hoor je en diegene weet ook.
En maar ik vind er is echt een schakering in deze groep. De ene helft wil echt wel. Ja. En die spant zich ook echt in. En er is een andere, Milene, Jens, Dylan. Vind ik allemaal hele aardige mensen. Heel aardig. Maar trekken de kar niet. En dat hoeft niet allemaal. Maar dat vind ik wel zonde van het hier zijn. Dan vraag ik me echt af, waarom ben je dan hier? Kun je het ook thuis doen, dit? Klopt, ja. Ja, deel die zijn uitspraak is ook van, ik wil alleen maar tatoeëren. Wat er omheen gebeurt, maakt me geen ene reet uit. Maar thuis. Dat kan inderdaad ook thuis. Ja. En ik denk dat in Milene er wel, er zit meer in. Absoluut. Alleen, absoluut het komt er niet uit. Ik denk omdat ze hier ook gewoon hele sterke karakters hebben. Ja, ze wordt een beetje ondergezien. Ja, ja, dat heb ik met Milene en Jens, ja, niet op vakantie. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik heb ook haat en nee met een Jens. Ja, met wie niet? Ja. Ja, ook. Ja, ik vind het zonde, weet je. Het platform kan je zo mooi gebruiken en goed gebruiken. En hij doet er niks mee. Nee, vind ik zonde. Ja. Hij staat bekend om... Ja, ik had net weer een discussie met hem over de afwas, weet je. Over het uitruimen van de vaatwasser. Ja. En ik denk bij mezelf van... Ja, maar dat komt omdat je heel veel tijd hebt, ga je op dat soort dingen zeiken. Kijk, als je de hele dag druk bezig bent, dan ga je echt niet druk maken over wie de vaatwasser uitpakt. Dus dat heeft een beetje aan invulling te maken. Kijk, dan is het toch een prachtig meisje. Ja, ja, ik vind het zonde. Ja, ik vind het zo'n mooi meisje. Ik zou haar dolgraag willen helpen met dat modellen gedoe. Ja, dat kan ze ook, ja. Dat kan ze echt. Want jullie hebben allebei naar FSM gestaan. Ja. Gek, hè? Ja, dat was echt heel vet. Dat is hoor. Was echt heel leuk. Ja, daar heb je eigenlijk een goede kop ervoor. Echt leuk. Ja, wat je met Jess moet doen, weet je, hou maar je achterhoofd waarom het is. En ik denk dat je in je onderbuik donders goed weet wat het is. En als hij tegen je... Ja, weet je, ik denk altijd van, volgens mij zegt hij dat gewoon random of zo. Nee, dan zegt hij in tegendeel juist random. Mm-hmm. Hij is niet, nee, het is geen zwetser. Hij vindt het wel leuk om te prikken en te doen. Ja. Maar als hij zegt, ik heb een geheim... Ik vertel het je buiten wel. En dan kijkt hij Merel aan, ja, maar ik vind het waarschijnlijk, het kan niet. En dan kijkt hij naar meer en dan zegt hij van, nee, Sjaal, het kan niet. Nou, en dan denk ik van, oké, ik wist het misschien lichtelijk, maar nu ik het vanuit jou hoor als buitenstaande. Jij observeert waarschijnlijk ook dingen. Ja. Maar ik ken hem ook. Je kent hem ook. Ja, ik weet ook waar hij bang voor is en wat hij niet zou willen. En dat is afgewezen. Ja. Want hij is ontzettend trots natuurlijk. Ja, klopt. Koning van het terrein. En voordat hij... mooie vrouw tegen hem zegt, nee, gaat niet gebeuren. Ja, dan kun je net zo goed je kist in pakken, wat hem betreft. Dat zou je echt niet trekken. Nee, dus dat doet hij gewoon niet. Dus, klinkt klaar. Ja. Maar Bill, wat wil jij hier nog in 3,5 maand? Wat zou jij hier nog willen doen? Nou, ik heb zelf geen doel.